allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van Euro Truck Simulator. We gaan nog een keertje naar Luxemburg en we gaan graaflaatmachines wegbrengen. Voor mij is dat de meeste waar ik het meeste momenteel geld voor krijg. Dus we gaan die opdracht even aannemen. Ja, laten we dat maar even doen. We zijn in Luxemburg en we gaan naar Rotterdam toe. We krijgen er ongeveer, even kijken, 6.135 voor. Nou, we gaan het wel zien. Een kilometer van 342. Deze baan blijven. Dat gaan we niet meer redden. Helaas, dat gaan we niet meer redden. Ja, die gaat precies voor mijn beeld staan. Dan kan ik ook lekker kijken. Ja, dat is niet slim. Dan kan ik niet zien. Zit er iemand achter mij? Ja, er zit een auto achter me, maar. In ieder geval geen bekeuring of zo, dat door het rode licht heen rijdt, dus het zal wel goed wezen. Eens even kijken, jongens. Zo, laat maar weer, ja, al goed zo. Weer. Sorry hoor, een stelletje zeikens. Nou, ik heb mijn koplamp al hoor. Jankertje. Weer gaan we bezeuren om een paar koplampen. Echt triest. Ik ga nog eens een keer kijken hoe de opties te veranderen, want dit vind ik echt. Ik vind dit zo onnodig. Oei, ik ga te ver. Tempo is toch achter. Mooi. Hoe ver zijn we? Nou, 'precht moeite mee. Mag hier 90. Ik ga leren om mijn koplampen voor het aan te zetten, want dat ga je echt op een gegeven moment ga je dat punten kosten. Ja, ik wil toch deze eventjes nog even doen. Dit kost lekker veel geld levert dit op. Ik moet even kijken aan mijn snelheid. Dus alweer in België. ...305 kilometer nog. Ja, we gaan niet stoppen. Ik ga gewoon in één klap ga ik gewoon lekker doorrijden, want het kost me allemaal weer extra tijd. Dus we
ga gewoon lekker in één keer gewoon lekker doorgassen. Eens even kijken, jongens. Zijn we ook al uit. We gaan op weg naar de 250. Zo, ik ga gewoon veel te hard, jongens. Ik moet even gas terugnemen, want ik ga weer veel te hard. Nu mag je echt maar 90 km per uur en ik ga gewoon echt 95 km per uur of zo ging ik. Hij zet nog rechtsaf, zegt hij. Oh, dit gaan we weer allemaal extra kilometers kosten. Ik was al zo lekker ver, hè. Ja, aanrijding. Echt, wat een dombo, man. Die sfeertje. Ik ga rechtsaf en dan had ik links moeten pakken. Ik snap er echt helemaal niks van. Maar goed. Ja, dat betekent dat we toch langer moeten rijden.
is boven op zijn rem staan, gek. Jeetje, hij moet daar ook weer helemaal terugrijden. Oh my jee. Oh, echt, ik zweer het, jongens. Ik heb wel een nieuw plaatsje voor mij, want hier was ik voor mij nog nooit eerder geweest. Ik heb Luik verkend. Zonder dat het eigenlijk de bedoeling was. Dan heb ik toch weer een nieuwe plek. Luik ontdekt. Nou, dan moet ik even terug rijden, ja. Te kort. Oei, 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 dat gaat echt maar net goed. Dat ging maar net goed. Hardzat, 50 is hardzat. Nee, ben ik weer verkeerd gereden. Ja hoor, ik ben weer verkeerd gereden. Jezus! Ja, ik ben weer verkeerd gereden. Ik had aan de andere kant van de weg moeten wezen. Nou, gaan we zo. Wordt even levensgevaarlijk ingehaald. Kabak, hè. Echt, ik zit met een knooppunt in mijn maag. Echt waar, ik snap er helemaal niks van. Kom ik er ooit nog uit? Oh. Ik moet hier af. Lekker levensgevaarlijke bocht ook. Over het gras heen, over het gras heen. Over het gras heen. Ik ben helemaal van het padje af. Nou, dat ging niet echt zoals het de bedoeling was. Ik heb ook later mijn spel weer vastgereden. Dus ik ben met een nieuwe route begonnen. We moeten naar België. Ik ga maar even overnieuw beginnen. Zo. Thank you.
kut. Nou, ik knal ergens keihard boven. Opleggerschade 1%. Ja, nog geen schade man als auto. Je ziet helemaal geen schade. Je ziet helemaal geen schade aan die auto. Ja, rijdt toch makkelijk. Oh, geweldig. Ik leg echt helemaal in de deuk om dit spel, echt waar. Geweldig. Ja, ik had ook beter eigenlijk een beetje op de eerste baan genomen. Nou, 340 kilometer. Nou. Poepoe. Ik heb een keer de snelheid uitgezet. Dat kun je wel merken ook. Kunnen we nou lekker doorscheuren. Ik denk dat wij gewoon echt door moeten naar Luik-Brussel. Anders ga je naar Frankrijk en naar Duitsland. Dat is niet de bedoeling. Afslaan. Dus
laten we dat ook maar niet doen. Laten we dan maar gewoon lekker doorrijden. Zeg hij. Dit is wel heel krap. Ik ga dit met veel te grote snelheid doorheen. En ik kan gewoon lekker doortuffen. Wat er net in Luxemburg gebeurd is, dat was niet fraai. Hij wil harder rijden, dus
Jantje. Wat staat erop? Keulen en Luik. Dus nee, we gaan naar Luik. Wat een koekenbakken, joh. Wat een koekenbakken. Kijk, er gaan ook geen punten meer af of zo. Geen geld aan bedrag. Ik wil zeggen, ik doe het met een toetsenbord, hè jongens. Ik doe het met een toetsenbord. Veel te hard! Ik doe het met een toetsenbord, hè. Dat is natuurlijk echt kut. Met een... Met een stuurraam natuurlijk veel beter. Ja, we zitten nog maar 10 kilometer ervan vandaan, dus het moet kunnen. Het moet kunnen gewoon, dus het moet gewoon kunnen. Oh, te ver. Toetsenbord is echt waardeloos, jongens. Ik blijf het zeggen. Het is gewoon zo ontzettend rot om het met een toetsenbord te doen. Je kan beter gewoon een stuur ervoor hebben, want met een stuur is dat veel beter. Ik weet niet wat het was, maar het was een piepgeluid. Ik weet niet of jullie het hoorden, maar goed, in ieder geval. Laten we de volgende opdracht maar gaan doen, hè. London Cardiff doen. Ja, dat is ook leuk. London Cardiff, de laatste route die we vandaag even gaan doen. Nou, daar gaan we dan. London Cardiff. 318 kilometer. Daar is de poort. Zo, hoe kan je nou een binnenlandse vlucht of een binnenlandse rit doen in Engeland? En dat is zo'n 318 kilometer. Jeetje. En gewoon doorrijden, die hufte.
Wat een hufte, joh. Gewoon doorrijden, die zakkenwasser. Wat een zakkenwasser, joh, was dat. Zag je dat? Wat een zakkenwasser. Ik rij verkeerd. Spookrijden. Heel snel. Heel snel voordat ik gezeik krijg. Zo. Nou, ik vind hem helemaal prima. Ja, ik was deze aflevering een beetje te gehaast gewoon. Ik ben gewoon veel te gehaast. 301 eraf. Ja. Level 4 zit ik nou al. Als je werkt, doe je ervaring op hoe langer hoe meer ervaring je krijgt. Vaardigheidspunten. Zo. Ik vind het helemaal mooi. Zo. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Het was een beetje een chaotische aflevering. Maar ik hoop dat jullie toch genoten hebben. Ik zou zeggen, jongens, vond je deze video leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer voor meer leuke video's. Waaronder dus Euro Truck Simulator 2. En ik zie jullie bij een volgende aflevering. Goed van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.